Leerlingen van het Montessori College Nijmegen waren midden in hun aula getuigen van een politiek debat. Ook dit jaar organiseerde een team van leerlingen en docenten de bijeenkomst waarbij Nijmeegse politici met elkaar in discussie gingen. De aanwezige leerlingen konden via een app direct stemmen op hun favoriete politicus. Ik vond de inbreng en de vragen die ook de leerlingen stelden, vond ik heel erg scherp. En dat liet ook zien dat als je concrete voorbeelden noemt over wat nou politiek betekent, ook voor de leerlingen hier op school, dat ze daar echt wel een mening over hebben. Nou, wij zijn al 25 jaar bezig om dit soort debatten te organiseren. Dat wil zeggen, zowel voor de gemeenteraad als voor de landelijke verkiezingen, maar ook voor het Europees Parlement. De organisatie werd dus in groepjes opgedeeld en die groepjes werden ondersteund door docenten. En elk groepje had zijn eigen doel. En eigenlijk hebben de docenten gezegd, nou ja, dit moet er bereikt worden. En we ondersteunen jullie daarin en geven bijvoorbeeld voor de opmaak geven jullie geld. De rest moeten jullie wel een beetje zelf uitzoeken, dus het is wel groot door de leerlingen gedaan. Nou, wat ik leuker vond ook aan dit debat was dat er verschillende Nijmeegse kandidaten waren uitgenodigd. Dus mensen die in Nijmegen ook wonen, maar wel op de lijst staan voor een politieke partij. En dat laat dus nog een keer zien dat politiek niet iets is wat alleen maar in Den Haag gebeurt, maar ook wat in Nijmegen al gebeurt. En dat je dus ook mensen uit Nijmegen hebt die straks hopelijk in de Tweede Kamer gaan zitten. Ik hoop dat van mezelf natuurlijk ook. Om hier niet alleen op te komen voor de belangen van Nijmegenaren, maar natuurlijk voor het belang van alle mensen.